Goedemiddag. Vandaag praten we over een van de urgentste, de belangrijkste problemen die er zijn rondom taal, discussiepunten die er zijn rondom taal van dit moment. Taal weerspiegelt in ieder geval ons denken en weerspiegelt daarmee ook de verhoudingen in de samenleving. En je kunt erover discussiëren of taal ook dat denken op de een of andere manier beïnvloedt. Bij sociale ontwikkelingen loopt taal vaak een beetje achterop, zou je kunnen zeggen. Mensen beginnen anders te denken over een en ander, maar de taal blijft nog waar ze was. Moeten we die taal dan niet een beetje verder duwen? En in het bijzonder, in dit geval, moeten we de taal niet decoloniseren, zoals dat heet. Moeten we niet af van al die restanten in de taal die er zijn uit ouder denken? Die misschien stammen uit koloniale tijden. En wie zijn dan die we? Zijn dat bijvoorbeeld alleen de we hier in Europa, in Nederland en in Vlaanderen? Of zijn dat ook de we in Suriname? Ik heb vandaag twee fantastische gasten. Echt waar. Raf Njortea, uit Vlaanderen. Een scenarist vooral, vertelde hij me daarnet, vooral van fictie. Hij schreef bekende of aanbekende televisieseries, in ieder geval zoals Dertigers, zoals Familie. Ik vroeg hem ook of zijn eerste boek er al aankomt, maar dat ontkent hij. Wel schreef hij recent een essay voor de Lage Landen, getiteld Decolonisatie van de taal begint bij bewustwording. En mijn andere gast is voor dag en dauw opgestaan in Suriname, Tessa Leusja. Zij is schrijver, zij is wel vooral schrijver. Zij heeft al 3 romans geschreven, als ik me niet vergis, en een paar andere boeken. Haar laatste roman heet Plantage Wildlust, heel mooi boek. Zij is ook begonnen aan een documentaire over de geschiedenis van Suriname gezien door de ogen van haar Surinaamse grootmoeder. Fancy Stilte heet het boek waar het op gebaseerd is, en misschien ook wel de documentaire uiteindelijk. Welkom allebei. Ik wil Raf eerst vragen, de decolonisatie van de taal begint bij bewustwording. Wat bedoel je daarmee? Dat is een vraag waarop een heel lang antwoord mogelijk is, Mark. Maar ik zal proberen het bondig te houden. Kijk, taal is iets, zoals we allemaal weten, is iets heel complex. Hè? Dus het is iets heel moeilijk vast te pinnen. Het is iets dat leeft, zegt men altijd. En dat is ook wel zo. Dus het leeft eigenlijk tussen ons allemaal in. Er is niemand die het beslissingsrecht heeft over de taal. Er is niemand die als één persoon of één instantie regels kan opleggen over de taal, of toch niet regels die door iedereen gevolgd worden, want mensen doen maar dingen met hun taal, en dat is maar goed ook, want de taal is van iedereen. Maar ik denk dat het daarom belangrijk is om niet in te zetten op, als je iets aan de taal wil veranderen of wil sturen, om niet in te zetten op regels of op dingen die top-down komen, van boven naar beneden, maar in te zetten op die bewustwording, omdat we zo onbewust met onze taal omgaan. We gebruiken het eigenlijk als een tool, zoals mensen een wagen gebruiken om van punt A naar punt B te gaan, gebruiken wij, of toch de grote meerderheid van alle taalgebruikers, taal ook om een boodschap over te brengen, hè, van zender naar ontvanger. En door in te zetten op die bewustwording, denk ik dat we allemaal meer gaan nadenken over onze taal en over ons taalgebruik, en zo dat is voor mij, denk ik, de sleutel, of toch de eerste stap om in een richting van een iets bewuster taalgebruik te gaan, een gedecoloniseerd taalgebruik. Ja, en Tessa, zie jij dat ook zo? Of denk je dat er
dat het toch eigenlijk ook wel belangrijk is om strakker te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een vrij liberaal soort standpunt. En misschien ook wel nogal optimistisch. Je zou kunnen zeggen, als we ons maar allemaal bewust worden, dan komt het vanzelf wel goed. Ja, nou ja, ik voel heel veel voor wat Raf zegt. Maar er zit inderdaad ook iets idealistisch in. Hè? Dat mensen dat uit zichzelf gaan doen, dat bewustzijn. Dat moet toch op de een of andere manier worden aangewakkerd. En je ziet dat toch vanuit groeperingen die wel een duidelijk standpunt daarin innemen, wordt aangewakkerd. Hè? Dus er is wel degelijk een startmoment nodig om überhaupt tot een ander bewustzijn te komen. Hè? Want tot die tijd ben je gewoon onbewust en praat je zoals je praat. Kun je dat wat concreter maken? Dus een concreet voorbeeld geven van zo'n groep die een term of zoiets aan de kaak heeft gesteld? Ja, kijk, ik dacht, we gaan het natuurlijk vooral hebben over het decoloniseren van de taal. Maar taalaanpassing is natuurlijk al heel lang gaande. Taal is organisch, wat Raf ook zegt, het verandert. Bijvoorbeeld vroeger zei je mejuffrouw. Hè? Toen hadden we echt dat soort termen om een vrouw aan te duiden die nog ongehuwd was. Ja. Dat doe je niet meer. Toen ik opgroeide in Amsterdam, woonden bij ons in de buurt mensen met een moeder en een dochter met Down-syndroom. Nou, die werden stevast aangeduid als Mongooltjes, ook met het verkleinwoord. Nou, op enig moment werd dat ongepast. Ja. Nou, en dat in mijn beleving is dat een vrij organische verandering geweest naar een meer respectvollere benaming. Dus dit soort transities hebben we eerder gehad in ons taalgebruik. Het moet op enig moment een startpunt zijn geweest die zo'n transitie heeft ingezet. En dat is wel belangrijk, dat je toch, zoals wij nu eigenlijk ook doen, hè, je zou kunnen zeggen, dit is een soort van startpunt om na te gaan denken, bewust, over ons taalgebruik. Ja, nou denk ik dat dus over personen met Down weet ik het eigenlijk niet precies. Dus daar kan ik me voorstellen dat daar inderdaad een soort groep achter heeft gezeten. Maar ik vermoed dat bij mejuffrouw, ik denk eigenlijk niet dat daar een individu ook maar iets aan heeft gedaan. Dat daar echt gaandeweg een besef is gegroeid. Dat niet een term is die je gebruikt. Nou ja, ik denk wel dat de feministische beweging daaraan ten grondslag heeft gelegen. He, vrouwen die opkwamen voor meer rechten, en nog steeds natuurlijk, die hebben wel degelijk gehamerd op dit soort betuttelende termen voor vrouwen. He, en nu bijvoorbeeld dat je in benamingen ook niet kunt aflezen tot welke gender iemand behoort. Dat is natuurlijk ook ingezet vanuit eenzelfde beweging. Dat je kunt zeggen, iemand is directeur en niet per se, zij is directrice. Dat zijn toch veranderingen die vanuit een beweging in de samenleving, hè, vanuit de feministische hoek, maar ook vanuit andere maatschappelijke instellingen, is ingezet om te komen tot meer gelijkheid en meer inclusiviteit. Ja, er is een interessante case, vind ik, in de Verenigde Staten met het woord Negro in het verleden, hoe taalverandering vaak, niet altijd, werkt. Omdat tot het midden van de jaren 60 was dat woord, Negro, eigenlijk het min of meer neutrale woord om naar zwarte mensen te verwijzen, ook bij de zwarte bevolking zelf. Dus die verwijzen ook naar zichzelf als een Negro American citizen. Maar dan is er een kentering gekomen. Het is moeilijk om echt te zeggen waarom dat juist gebeurd is, of waarom dat er plots mensen, verschillende mensen, verschillende groepen van mensen, het gevoel begonnen te krijgen dat woord wellicht ook door het verleden, door allerhande nuances of ladingen dat daarmee samenhingen, dat mensen zich niet meer comfortabel voelden bij dat woord. En de kentering die vaak wordt aangeduid is 1966, dus midden van de jaren 60, toen een Amerikaanse activist, Stokely Carmichael, het woord Black Power gebruikte tijdens een rally, zo'n speech in Mississippi. En vanaf toen is er eigenlijk, is dat eigenlijk een beetje beginnen veranderen. En het woord Negro werd dat meer en meer gezien als een woord om te verwijzen naar zwarten die tot het establishment behoorden, dus tot het witte establishment. Terwijl de andere zwarten, die zich wel nog authentiek zwart
vonden en voelden, die begonnen meer en meer Black te gebruiken. En dan zie je dus dat eind van de jaren 60, dus weer een paar jaar later, dat er een heel bepalend tijdschrift, een zwart tijdschrift, Ebony, beslist heeft om Negro te vervangen door Black. Dus dat die dan meegaan met de maatschappelijke verandering die bezig is. En interessant is dat Newsweek een poll heeft georganiseerd, dat is ook een tijdschrift, waarbij dat ze eigenlijk zagen dat dus in eind jaren 60 twee derde van de zwarte Amerikanen nog de voorkeur gaf aan het woord Negro, nog altijd. Dus dat was dan niet meer ja, drie derde of bijna iedereen, maar twee derde, het was al afgenomen. En vijf jaar of zes jaar later was het eigenlijk gekanteld en verkoos de meerderheid het woord Black. Dus dat is rond de jaren 70 veranderd. En zo zie je dus dat dan ja, eind jaren 70 of in de jaren 70 stopte de grotere witte media, zoals de New York Times, met het woord Negro. Dus die volgde dan. En dan in de jaren 80 volgde dan ja, oudbolligere instellingen, zoals het Hooggerechtshof en zo. Dus zo zie je hoe dat zo'n maatschappelijke verandering eigenlijk in stapjes kan gaan. Ja, als ik daar even op mag aanhaken. Ik heb mezelf ook afgevraagd waarom in Nederland opeens... mijn idee opeens, Zwarte Piet, ter discussie kwam te staan. Mm-hmm. En in die slipstream ook meerdere begrippen die tot dan toe vanzelfsprekend waren, ter discussie werden gesteld. Mijn theorie is, ik ben zelf tweede generatie immigrant, geboren in Amsterdam, nu terug sinds 25 jaar in Suriname. Mijn vader, eerste migrant, en zijn broers en zussen, die hadden weinig toegang tot onderwijs. Ze hadden in Paramaribo de lagere school doorlopen, nog een paar jaartjes MULO en dat was het. Ze kwamen uit volksgezinnen. Hun ouders hadden niet gestudeerd, hadden geen hogere opleiding genoten. Dat zet zich door. Vaak, enkele generaties. Dat weten we, dat kinderen van niet-academische ouders hebben minder toegang tot hoger onderwijs. Nou, we kunnen zeggen dat nu we bij de derde, vierde generatie zijn aangekomen. Datzelfde geldt ook in Amerika, vermoed ik. Kinderen nazaten van slaafgemaakten, die hebben toegang nu tot universiteiten. Scholen zich, ontwikkelen zich en nemen situaties niet meer vanzelfsprekend. Die gaan nadenken over begrippen die tot dan toe altijd werden gebezigd. Die leren en die durven ook kritiek te verwoorden. Hè? Voorheen was het vooral, val niet op, doe rustig, pas je aan. Dat is wat je moet doen. En als iedereen om je heen, wat mijn vader bijvoorbeeld, die vond Zwarte Piet vreselijk. Maar ik als kind heb gewoon meegedaan, geschilderd. Pas later... Toen ik me ging verdiepen in de hele koloniale achtergrond, dacht ik, ja, dit is toch best opmerkelijk dat dit gebeurt. Dus het heeft ook te maken, verandering heeft ook te maken met educatie en bewustwording door educatie. Ja. Ja, ik heb zelf natuurlijk, dat we het hebben opeens over Amerika en Afro-Amerikanen, ik heb zelf een kort filmpje dat ik graag wil delen. Dat is een interview uit 1971 met de bokser Muhammad Ali. Die, zoals misschien mensen weten, afstand nam van zijn geboortenaam Cassius Clay. Omdat hij vond dat die naam verwees naar de slavenhouder in zijn familielijn. Hij nam afstand van die naam. Hij bekeerde zich tot de islam. Hij nam de naam Muhammad Ali aan. Maar hij was natuurlijk... wereldberoemd als bokser, maar ook om zijn uitspraken toen, we praten 1971 en ook daarvoor, toen Amerika nog gesegregeerd was, zijn uitspraken die behoorlijk scherp waren voor die tijd op verschillen in taal ook. En daar gaan we even naar luisteren. Het is een beetje slecht beeld, het duurt 40 seconden. Hij begint over Tarzan, waarom Tarzan wit is, en dan gaat hij over op taal. Momentje. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. And all the Africans, so he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals. And
the African's been there for centuries, and he had can't talk with animals. All the times he can talk to them, I always wondered, you know, and the president lived in the White House. And Mary had a little lamb, his feet as white as snow, and snow white. And everything was white. Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was a black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm going to blackmail you. So Mama wanted to call it white male. They lied too. Yeah. Yeah, it's heel interessant. Ook omdat het... Het raakt aan iets wat misschien eigenlijk wat mij eigenlijk nog wel ingewikkelder lijkt dan Negro en dat soort termen. Namelijk, er zijn stereotypen, dus allerlei uitdrukkingen die stereotypen over zwart en wit. Dus zwart is stereotyp slecht en wit is stereotyp goed. Zelfs als het helemaal niet evident naar mensen verwijst. White House, ik weet eigenlijk niet waarom de White House... White House heet, maar dat zal vast niks te maken hebben met de huidskleur van de typische inwoner van het Witte Huis. Maar wel, het is eigenlijk ondenkbaar dat het ooit Black House zou hebben geheten. En ja, de vraag is natuurlijk dan eigenlijk een beetje, hoe ver zou je moeten gaan? Ja, hoe ver moet je gaan met die bewustwording? Of eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Dus ik van ons drieën voldoe ik het evidentst, het duidelijkst aan het beeld van de oude witte man. Dus ik ben ouder dan jullie en ook evidenter een witte man. En ik herinner me uit die vroege jaren 70, toen ik kind was. Toen las ik een stripverhaal, Source and Shimmy. Dat gaat over een, wat we nu zouden noemen, een wit jongetje en een zwart jongetje, vriendjes. Het zwarte jongetje, Shimmy denk ik, wordt door zijn vriendje Nikkertje genoemd. En wat ik me herinner is dat mijn moeder dat zag, dat ik dat las. En zei, nee, Nikker moet je niet zeggen. Je moet zeggen Neger. Neger is het neutrale woord. Dus zo heb ik dat ooit geleerd. En inmiddels voor mij gevoelsmatig is dat dus al niet meer zo. Maar ik herinner me dat nog. Dus wat dit soort dingen betreft herinner ik me de omslag. Ik weet dat ik daarin ben omgeslagen. Net zoals inderdaad over Zwarte Piet. Dat je op een bepaald moment je mening verandert. Maar zwart, dus zwart geld... of zoiets, dat zit zo diep in de taal dat ik me afvraag hoe je dat ooit zou moeten veranderen. Hebben jullie daar inzichten in? Ja, ik denk dat je op het moment dat je bewust bent dat veel negatieve dingen met zwart worden aangeduid, dan zou je ook kunnen zeggen, ik ben het rode schaap van de familie. Lijkt me logischer eigenlijk, rood, gevaar. En dan kun je daar ook mee gaan spelen. Ik denk dat het belangrijk is dat we humor niet helemaal verliezen in dit scherpe debat. Mm. Ik denk dat we allemaal moeten wennen aan die transitie en dat er ook ruimte moet zijn om te mogen wennen. En taal gaat ons sowieso volgen. Het is voortschrijdend inzicht. Net zoals we nu weten dat bepaalde helden... in Nederland, Koen of Piet Hein, dat die ook andere dingen hebben gedaan. Niet heldhaftige dingen. Dus dat is voortschrijdend inzicht. Ons inzicht verruimt. We hebben meer bronnen tot onze beschikking. Er zijn meer mensen bezig om die bronnen te onderzoeken. En dat geldt ook voor taal. Maar dat wij daar een beetje achteraan rollen, dat is op zich niet verkeerd, vind ik. Als het maar... langzaam een voortschrijdend inzicht is. En we kunnen spelen met de taal. En inderdaad dat soort dingen kunnen zeggen. Van, in plaats van zwart rijden, ik ga grijs rijden. Je kunt nooit terug in taal. Hè? Net zoals je iets hebt aangeleerd. Als je leert fietsen, dan kun je niet meer opeens niet meer fietsen. Dus op het moment dat je bewust wordt van termen die toch omstreden zijn, dan ga je ze ook steeds minder gebruiken. En als het organisch gebeurt... in een tempo dat voor de spreker past bij wie hij is. Dan kom ik toch op dat liberale van jou af. Ja. Ja, dan is dat denk ik waar we naartoe moeten. Omdat je het inderdaad niet kunt afdwingen.
Ja. Maar ik vind bewustzijn wel belangrijk en ook dat we het erover mogen hebben. Het wordt nog wel eens onder de mat geschoven. Nou ja, een beetje gebagatelliseerd. Taal is nou eenmaal taal en zwart is nou eenmaal een kleur. Maar we weten inmiddels wel dat daar een andere lading onder ligt. En dat ergens in de tijd bewust voor die kleur is gekozen. Dat die associeert met zwarte mensen. Nu we dat weten, kunnen we het niet meer ontweten. Maar ja, Rafja, jullie zijn dus inderdaad allebei heel liberaal en heel aardig en zo. Maar heb je niet eigenlijk ook nodig dat af en toe mensen wel gaan schreeuwen en met de vuist op tafel slaan en zeggen, ja, dit pik ik niet meer? Ja, dat denk ik wel, absoluut. Ik ben zelf die persoon niet, denk ik. daarvoor ben ik te genuanceerd en misschien ook heb ik niet genoeg de nadelen gevoeld van... ben ik te geprivilegeerd soms ook nog om daar echt diep geworteld van binnenuit mee aan de slag te gaan. Maar ik denk dat die zeker nodig zijn, want anders verandert er bijna niks. Hè. Zonder mensen die voortrekker zijn, die op de barricade staan, die luider zijn dan sommige andere mensen, dan pas ga je iets in gang steken vaak. Dan pas begint het debat op gang te komen. En het is natuurlijk altijd een moeilijke lijn tussen iets aankaarten en ervoor zorgen dat het gesprek wel gevoerd blijft tussen zoveel mogelijk verschillende partijen die ook heel uiteenlopende standpunten hebben. En dat je niemand gaat wegjagen, zoals het dan zo vaak genoemd wordt. Maar ik denk wat Tessa zegt, dat als we daar nu en dan met de nodige dosis humor en een beetje relativering en ook wat tijd die toch nodig is mee kunnen omgaan, dat dan een goede middenweg is, waarbij we uiteindelijk op een goede spoor zitten. Maar zijn er ook grenzen? Er zijn natuurlijk ook grenzen aan jullie en ook aan mij. Dus er is ook grenzen aan ieders vriendelijkheid of acceptatie. Hè? We hebben het nu nog gehad over betrekkelijk onschuldige, of vroeger in ieder geval betrekkelijk onschuldige termen. Maar er zijn natuurlijk ook nog scheldwoorden. Bedoeld racistische taal bestaat er natuurlijk ook nog. Moeten we daar iets mee? Moeten we daar meer mee? Nou ja, racisme is natuurlijk racisme. En dat is onjuist. Hè? En dat geldt niet alleen voor gekleurde mensen, maar het geldt ook voor andere groeperingen die gediscrimineerd worden. Dat blijft natuurlijk onjuist. Het probleem zit hem in dat grijze gebied van we waren het gewend met z'n allen en het was prima zoals het is. En nu moeten we opeens nadenken over een heleboel termen. Nou, dat nadenken, dat is veel mensen te veel. Dat is onhandig. Maar dat is natuurlijk met ieder veranderingsproces. Het is altijd onhandig. Hè? Op iedere werkplek vinden mensen het vervelend als ze een nieuw systeemje moeten leren op de computer. Dus we moeten ook naar onszelf kijken van ja, veranderingen zijn lastig, gaan altijd met schokken. Maar we blijven niet bij het oude. De media loopt al voor. Het woord blank is al bijna, wordt al bijna niet meer gebezigd. Dat is in een relatief korte tijd gegaan. Nou, hebben we daar ongelooflijk moeite mee? Hebben we daar identiteitsproblemen mee gehad? Dat is misschien een vraag die ik aan jou kan stellen, Mark. Ik heb het idee dat vrij soepel is gelopen. Het woord blank is wit. Het lijkt mij vrij logisch, wit en zwart. Beide vind ik trouwens, ik bedoel, niemand is bijna pikzwart en niemand is bijna wit. Dus het zijn natuurlijk termen waarmee je behelpt. Maar die transitie is vrij organisch verlopen. En ik denk dat even goed kan met andere nu nog beladen woorden. Het veelvuldige gebruik van zwart. Ik denk dat we met z'n allen ook daar oplossingen voor vinden. En dan kunnen we weer een hele tijd verder, totdat er weer andere termen worden gevonden door mensen die zich aangesproken voelen en die de ontwikkeling hebben meegemaakt om in te zien dat dan voor hen beledigend is. Ik zie niet heel veel moeite met die transities, behalve dat mensen het ergerlijk vinden en het hinderlijk vinden. Maar naar mijn idee hebben de media hier ook een voortrekkersrol in. Hè? Je ziet dat ze dat oppakken, dat ze geen lezers willen verliezen natuurlijk ook. In die zin enigszins commercieel gestuurd en niet alleen moreel gestuurd. Maar volgens mij zijn we met z'n allen in staat om dit soort transities te maken. En we zullen ook wel moeten, want onze samenlevingen worden
steeds diverser. En wij hier in Suriname, wij zijn gewend aan een multi-etnische samenleving. Suriname bestaat uit nazaten van tot slaafgemaakte, weer zo'n woord. Mensen uit India, mensen uit Java, die zijn komen werken op de plantages. En andere bevolkingsgroepen. Dus wij hebben in Suriname al een manier moeten vinden om met iedereen's eigenheid om te gaan. En we zijn daar waarschijnlijk een stuk verder in dan in Europa, waar de Schotten nog heel erg bestaan. Maar Europa verkleurt in rap tempo. En ook taal zal zich daarin moeten meebewegen. En heeft dat ook eigenlijk al gedaan, want in het groene boekje is al enige tijd een behoorlijk aantal Surinaamse woorden opgenomen, die ik soms ook hoor. Dan zit ik in de tram in Nederland en dan zie ik jongeren instappen waarvan ik denk dat ze Turkse afkomst zijn, of Marokkaans misschien. En dan zeggen die tegen elkaar, ik ga naar mijn Osso. En Osso is huis in het Surinaams. Of ze pakken hun telefoon, ik ga mijn smatje bellen. Sma is vriendin. Ik pak doekoe. Heb je genoeg doekoe? Doekoe is geld. Het is gaande. Het is gaande. En wij die daarover filosoferen en theorieën over bedenken, lopen misschien ook wel iets achter op de werkelijkheid. Hè? Anders dan jij in je intro aangaf, Mark, denk ik dat taal behoorlijk in beweging is. En dat bepaalde groeperingen taal ontzettend mengen. Ja, nee, zeker. Ja. Wat bedoelen we met de taal is dan natuurlijk de vraag. Maar, misschien over die intentie, Mark, waarover je sprak. Dus de bedoeling waarmee mensen bepaalde woorden uitspreken of gebruiken tegenover andere mensen, kunnen dat een heel belangrijke is. Want voor mij gaat het niet per se om welke woorden we gebruiken, welke woorden we niet meer zouden moeten gebruiken of wel nog kunnen gebruiken, maar vooral ook de intentie waarmee die uitgesproken worden en de context. En ik ga misschien zeggen dat het misschien heel raar klinkt, maar ik ben er zelf geen voorstander van om scheldwoorden uit de taal te weren. Die geven kleur aan een taal. Ik denk dat dat ook belangrijk is om soms frustraties te uiten. Of binnen vriendengroepen kan dat voor nodige humor of voor decompressie zorgen. Maar dan zou mijn voorstel eerder zijn om nieuwe scheldwoorden bij te verzinnen. Voor bijvoorbeeld groepen uit die waarvoor momenteel veel minder scheldwoorden bestaan. Dat zou ik leuker vinden dan ervoor te proberen zorgen dat bepaalde scheldwoorden uit de taal verdwijnen. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Verarm de taal niet, maar verrijk haar. Zoiets mensen. Ga ook ga eens wat andere groepen uitschelden. Ik wilde jou eigenlijk nog... Nee. Ja, nee. Om een heel kort voorbeeld te geven. Je hebt bijvoorbeeld... nu, ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in Vlaanderen heb je nu het woord Flamand, dat een soort van denigrerende manier is om te verwijzen naar zo de doorsnee witte Vlaming. En dat wordt dan vaak gebruikt in minderheidsgroepen. Om dus op een denigrerende manier te verwijzen naar leden van de meerderheidsgroep. En dat soort evoluties vind ik, die juich ik op zich wel toe, omdat dat de taal een beetje meer in evenwicht brengt. Dat is een voorbeeldje van wat ik bedoel. Het lijkt me een mooie uitdaging om nieuwe scheldwoorden te verzinnen. Hè? Een prijsvraag die we kunnen uitloven. Verzin nieuwe scheldwoorden. Hè? Dat lijkt me brainstorm. Ja, ik weet niet of er een Nederlands equivalent is voor Flamand, maar misschien heeft niemand dat tegen mij durven te zeggen. Dat zou kunnen. Nog heel even, voordat we naar Suriname gaan, want daar wil ik ook nog wel heel graag over praten. Er is natuurlijk, er is de intentie van het racisme. Het punt is natuurlijk, er zijn die termen zoals institutioneel racisme of systemisch racisme. En je kunt niet de intentie hebben, we weten gewoon dat je niet de intentie kunt hebben om racistisch te zijn en toch racistische reflexen te kunnen hebben. Sterker nog, het lijkt erop dat heel veel mensen, en misschien wel iedereen, dat op een bepaalde manier heeft. En ik denk dat dus waar het gaat over zwart geld en zwart rijden en dat soort dingen, dan heeft het denk ik ook uiteindelijk eigenlijk alleen maar daarmee te maken. Dus je wil dat... In dat geval wil je het niet weghalen omdat het niet juist is, of omdat het om wat manier dan ook intentioneel racistisch is, maar omdat het een soort
iets versterkt in het denken, dus in het onderbewuste denken misschien wel, waar je vanaf wil. Dus je wil die associatie tussen zwart en wit, zwart slecht, wit goed, kwijt. Mij lijkt dat dus verschrikkelijk moeilijk, bijvoorbeeld omdat er is ook een associatie zwart-nacht, die heel logisch is, en licht-dag, die ook heel logisch is. En dan een associatie nacht-slecht, dag-goed. Zeg maar. He, dus die associaties die zijn zo diep vertakt, dat me dat enorm graven lijkt. Maar ik wilde dus nog iets over Suriname vragen. Dus toen we hierover van tevoren een beetje aan het praten waren, toen zei jij, Tessa, ja, ik merk wel dat jullie daar in Europa zitten en ik in Suriname, want hier is de problematiek toch wel heel anders en terecht, denk ik. Dus de kwestie over het decoloniseren van de taal is in Suriname, ik denk er niet heel erg veel bediscussieerde, maar wel degelijk ook een kwestie van de taal van de voormalige kolonisator. Wat voor een rol speelt die nog in onze samenleving, überhaupt los van zwart of wit? Ja, ja. In Suriname is het Nederlands nog altijd de voertaal. Eigenlijk is het Nederlands een globale lingua franca. Omdat we dus die verschillende etnische groeperingen hebben, die schetsen. Er worden in totaal 20 talen gesproken in Suriname. En de voertaal is nog altijd het Nederlands. Dat maakt ook dat heel veel kinderen op school moeilijk meekomen, omdat ze thuis een hele andere taal spreken. Dus wij zitten met koloniale erfenis in Suriname, die voor veel mensen niet werkt. Suriname is een heel uitgestrekt land, 4 keer groter dan Nederland. Het grootste gedeelte is tropisch regenwoud, oerwoud. Tot aan de zuidgrens met Brazilië in dat regenwoud. De kinderen die daar naar school gaan, dat zijn inheemse kinderen, mensen uit tribale stammen, die krijgen Nederlands op school. Die spreken nergens anders Nederlands. Nou ja, dat gegeven op zich is een enorme uitdaging voor Suriname om mee om te gaan en om te zorgen dat de bevolking in zijn geheel, in zijn totaliteit, niet alleen de mensen die doordat ze zich kunnen omringen met boeken zich beter kunnen scholen omdat ze ook meer geld hebben, is het een obstakel voor groei. Dat Nederlands, dat houdt de samenleving achter. En je ziet de Nederlandse Antillen, die zijn al overgestapt op de taal daar. Of dat wenselijk is, dat is de vraag, want je vormt natuurlijk een hele kleine taaleenheid. Hè. Als wij in Suriname Suriname Toor, Surinaams, wat dan de verbindende taal is, zouden kiezen. Ik weet niet of dat slim is, want dan mis je de aansluiting met Europa eigenlijk helemaal. Je isoleert verder. Maar ik wilde wel even aangeven dat waar in Europa, Nederland, België specifiek, wordt gesproken over bepaalde termen die koloniaal zijn, mogelijk voortkomend uit de koloniale tijd, wij in Suriname de taal in zijn totaliteit hebben geërfd. Dat is een enorme uitdaging. En hoe kom je daaruit? Wat je ook ziet binnen het gebruik van het Nederlands, dat het Nederlands een bepaalde machtsstructuur vertegenwoordigt. Als ik praat met iemand die het Nederlands slecht bezig, en vooral als ik niet in intonatie buig naar het Surinaams Nederlands, dan onmiddellijk springt iemand in een bepaalde houding. Er is nog een diepliggend gevoel van respect voor die taal die macht symboliseert ten opzichte van mensen die die taal minder spreken, die een andere kleur hebben. Het is goed om dat te beseffen. Dat taal, en met name de oude koloniale talen, dat geldt ook voor andere voormalige koloniën, Portugees in Brazilië, het Engels op de Caribische eilanden, dat die oude koloniale talen ook machtsstructuren met zich meebrengen. Maar is daar dan ook inderdaad, is daar nu discussie over? Of is dit een observatie die jij doet, maar waar eigenlijk niet zoveel over gepraat wordt in Suriname? De discussie keert steeds terug. Hè.
het ministerie van Onderwijs goede discussie geregeld. Ook met stakeholders, met de universiteit, literatoren. Er is geen pasklaar antwoord. En dat is het probleem. Je kunt overstappen op het Nederlands, op het Engels. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer een vreemde taal. Wat je nu wel ziet, is een kentering. Vroeger, Sralangtong werd ook gezien als een minderwaardige taal, het Surinaams. In de koloniale tijd mocht je die niet spreken op school, niet op je werkplek. Je moest je mond gaan wassen, dat soort dingen. In de 25 jaar dat ik in Suriname woon, heb ik gezien dat die taal langzaam en zeker meer wordt gebruikt. Dus er is meer zelfbewustzijn gaande. Dat betekent ook dat het Nederlands steeds slechter wordt gebruikt. En dat maakt dan ook dat de aansluiting met onderwijs, bijvoorbeeld vervolgonderwijs in Nederland, of gewoon het goed kunnen gebruiken van de taal om een betere baan te krijgen. Die kansen die raken ook steeds meer achterop. Dus in Suriname is het onderwerp taal en de restanten uit het koloniale verleden zijn nog omvangrijker dan waar jullie in Nederland en België mee te maken hebben. Maar is die ervaring er ook inderdaad van het Nederlands als de koloniale, postkoloniale taal? Is daar die associatie met? Of is het ook, op zijn minst, de taal van ons Surinamers? Is het de taal van... Hoe zit dat precies? Het is ook de taal van ons Surinamers. We gebruiken een variant, het Surinaams-Nederlands. Hmm. Met heel veel ontstane woorden hier. Maar het is ook wel degelijk. Taal is ook wel degelijk intonatie. Heeft status, geeft toegang tot bepaalde systemen. Als je bijvoorbeeld een artistiek cultuurmaker bent, je bent een kunstenaar, je bent een schrijver. We hadden het er al in het voorgesprek even over een bepaald fonds waar Raf heeft gewerkt. Dan moet je een bepaalde taal bezigen, wil je aanspraak kunnen maken op financiële middelen. Nou, het taalbesef in Suriname van het Nederlands is veel lager dan nodig om op dat niveau te kunnen opereren. En daar zie je al een hele ongelijkheid eigenlijk. Dat we denken dat we dezelfde taal spreken, het Nederlands. Maar de mensen in Suriname spreken die taal vaak niet voldoende om die sprong te kunnen maken naar wat in Nederland geacht wordt nodig te zijn voor toegang tot, neem een uitgeverij. Ik zou niet in het Surinaams-Nederlands kunnen publiceren bij mijn Nederlandse uitgeverij. Ik vervul zelf een brugfunctie, geboren in Nederland, woonachtig in Suriname, dat ik in beide systemen kan opereren. Maar iemand in Suriname die Surinaams-Nederlands of Nederlands, maar met toch hiaten hier en daar spreekt, die heeft geen toegang tot de wereld. En dat is een ongelijkheid die wel degelijk voortkomt uit het koloniale verleden. Ja, ik denk dat is iets super complex, hè? Iets heel moeilijk, omdat je daar ook, dat is ook iets dat ingesleten is in ons collectief bewustzijn gewoon, denk ik. Omdat ik merk dat bij mezelf ook, als ik tegen iemand praat of met iemand praat en die wiens eerste taal misschien niet het Nederlands is, maar die wel perfect Nederlands praat, maar bijvoorbeeld de lidwoorden fout gebruikt, is mijn eerste reflex, denken we heel vaak, die persoon is misschien minder intellectueel sterk, of die kan niet op hetzelfde, die zit op een ander niveau. En dat zijn reflexen die je hebt, die je eigenlijk moet afleren en daar voorbij te kijken. Want ja, ik bedoel, lidwoorden correct of niet correct gebruiken, dat is zoiets willekeurig vaak, dat niks natuurlijk zegt over iemand zijn intellectuele capaciteiten. En uiteraard beseffen we dat denk ik wel allemaal. Maar het is voorbij die eerste reflexen komen, dat vaak moeilijk is. Ja, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, loopt Suriname misschien een beetje voorop. Zoals je zelf al eerder zei, Tessa, ook Europa wordt gaandeweg zwarter. En dat uitzicht natuurlijk ook in de taal. Nou ja, je hebt ook al geobserveerd dat de Surinaamse woorden worden gebruikt door mensen hier die evident geen Surinaamse achtergrond hebben. En zulke dingen gebeuren er natuurlijk ook. En dus door die migratie krijgen we hier ook meer mensen die de lidwoorden zogezegd verkeerd gebruiken. En dat soort
vooroordelen gaan daardoor natuurlijk ook juist meer opspelen. Ja. Ik denk die, als we praten over dominantie van talen, dat we het goed kunnen vergelijken met dat Engels de globale taal is geworden. En dat als je in een zakelijk gesprek zit met mensen die native English speakers zijn, dat je wel degelijk voelt dat je niet de upper hand hebt vaak over de conversatie. Nou, dat gevoel hebben veel mensen die het Nederlands minder goed spreken. Hè, mensen uit de voormalige Nederlandse rijksdelen. Die dus wel op een tweede plek belanden. En daar zijn we ons vaak niet voldoende van bewust. Maar, dus jij bent hier er wel van bewust. En jij spreekt heel erg Nederlands-Nederlands. In ieder geval op dit moment. Ja, dus is dat iets waar je... Wat doe je dan in zo'n geval? Ik bedoel, hoe ga je daar dan mee om? Dus je spreekt met iemand waarvan je beseft dat die Nederlands is, het Nederlands van die persoon is eigenlijk net niet op het niveau om zich echt goed te kunnen uitdrukken. Wat moet je dan doen? Nou ja, ik buig dan naar het Surinaams Nederlands toe, of ik gebruik Surinaamse woorden en mijn Sranang Tongo is niet perfect. Dus dan komen we gelijk op een veel gelijkwaardigere op gelijkwaardiger niveau komen we dan terecht. Als we allebei een taal spreken die we niet perfect spreken. En je ziet mensen dan ook vaak ontspannen. Dat ken je vaak als je buitenland bent en je zegt één woordje in het bonjour in het Frans of arrivederci in het Italiaans. Dan zie je mensen echt ontspannen. Iedereen vindt dat natuurlijk fijn om een vorm van gelijkwaardigheid met je andere spreker te ervaren. En dat is om dan terug te komen op ons onderwerp eigenlijk van vandaag. Het gaat misschien ook over die gelijkwaardigheid. Dat mensen van kleur zitten in een heel ander referentiekader vanuit hun achtergrond. En dat beseffen mensen die achtergrond niet hebben vaak niet. Dus die woorden zijn niet neutraal. En de mensen die de dominante taalstructuur beheersen, die gaan eraan voorbij, misschien vaak te makkelijk aan voorbij. Dat daar een heel register aan ervaringen aan ten grondslag ligt. Ja. Dus het gaat mij ook om die gelijkwaardigheid in praten, of althans de intentie daartoe. Want je mag natuurlijk het ongemakkelijk vinden en daarover struikelen. Net zoals ik in het Sranang Tongo fouten maak. Dat is eigenlijk juist fijn, want dan komen er veel meer gelijkwaardigheid uit. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. Dus je verbindt die onderwerpen nu mooi aan elkaar. Dus het komt eigenlijk altijd neer op met elkaar proberen te spreken en dan op een gelijkwaardige manier met elkaar proberen te spreken. En daar maken we natuurlijk ook voortdurend fouten in. Dus ook daar zal een... Dus ook daar zou je dus moeten oproepen tot in ieder geval begrip dat mensen fouten kunnen maken. En misschien niet per se uit de verkeerde intentie. Fouten maken. We zijn nu op een punt aangekomen dat ik mensen in de chat kan vragen om vragen te stellen als ze die hebben. Dat heb ik zelfs daarnet eigenlijk al gedaan door het even in te typen. Het enige antwoord tot nu toe is: iedereen is heel helder. Dat is niet echt een vraag. Voorlopig geen vragen. Ik vind het eigenlijk wel, dus ik vind het toch wel interessant om nog heel even op die taalsituatie en taalongelijkheid door te gaan. Graf, ik weet eigenlijk niet waar jij woont, maar hoe zie je dat in de omgeving waar jij woont nu? Ik woon in Antwerpen. En hier in Vlaanderen, we hebben natuurlijk een situatie waarin met het Frans en het Nederlands in, na de Tweede Wereldoorlog, dat daar redelijk veel geschoven is, of verschoven is. We hebben hier ook een taalgrens, die wat op zich een absurd concept is. Maar wat ik heel interessant vond, ook aan wat jij zei, Tessa, is dat je dat taal inderdaad als een wapen of een machtsstructuur kan ingezet worden. Misschien ook niet bewust, maar dat toch zo kan werken. En als je kijkt bijvoorbeeld naar onze openbare omroep hier, VRT, in Vlaanderen, die hebben heel lang een soort van taalstandaard gehanteerd, waaraan moest voldaan worden met heel strenge
testen voor de journalisten of voor de mensen, de sollicitanten die eigenlijk wilden gaan werken bij die instelling. Moesten dan een stemtest, een taaltest doen. Moesten perfect Nederlands, ABN, Algemeen Belgisch Nederlands spreken, om te mogen aanspraak zelf te kunnen maken op een job daar. En ergens begrijp ik dat wel, maar daardoor krijg je natuurlijk wel een soort van uitsluitingsmechanisme voor mensen die iets minder of die zelf een dialect spreken, of die wiens Nederlands minder Belgisch Nederlands is. En ik merk dat we daar nu een beetje in aan het veranderen zijn. En dat kan ook niet anders, denk ik. Dat moet ook, omdat je anders gewoon niet aan, op een fatsoenlijke manier aan inclusie kan doen, denk ik. Dan ga je sowieso groepen uitsluiten. Dan ga je sowieso mensen niet bereiken en niet kunnen aanspreken. Dus in die zin, is het natuurlijk op een helemaal ander niveau, maar werkt dat wel een klein beetje op dezelfde manier, denk ik, als hoe het in Suriname op grotere schaal werkt. Ja, op grotere schaal. En het is natuurlijk al langer aan de gang. Mm-hmm. De discussie speelt al langer in Suriname dan bijvoorbeeld in Antwerpen of andere steden in Nederland of in Vlaanderen. Maar dan zou je kunnen zeggen, dus uiteindelijk is het dus waar we begonnen met te zeggen, nou, mensen zouden zich bewust moeten worden van het soort woorden dat ze gebruiken en het soort implicaties die dat heeft, zou je ook kunnen zeggen, tegelijkertijd zou je dus moeten streven naar meer tolerantie. Ik vind dat lidwoordenvoorbeeld vind ik een goed voorbeeld, omdat dat dus de en het door elkaar halen is typisch iets voor mensen die een taal als vreemde taal leren. Dus het is om de een of andere reden heel makkelijk te leren als kind. Dus dan pik je dat zo op en dan heb je daar helemaal geen speciaal onderwijs voor nodig. Maar als je een bepaalde leeftijd voorbij bent, dan, omdat het zo willekeurig is, je moet het feitelijk uit je hoofd leren voor ieder woord, wordt dat een soort ondraaglijke last. Dus zou je dan eigenlijk niet moeten zeggen, ja, daar moeten we echt toleranter in worden. De meisje is ook Nederlands. Ja, het is mooi. Er is nu een performer, een artiest hier in Vlaanderen, in Antwerpen, of in Brussel nu misschien, zijn naar Brussel verhuisd, die effectief een theatervoorstelling heeft, De Meisje. En het gaat dus effectief daarover. Dus dat je vanuit een bepaalde groep ook opgroeit met bepaalde lidwoorden of met bepaalde taalgebruiken, die niet per se willen zeggen dat je, zelfs minder goede taal spreekt. Het is gewoon een andere manier om een taal te spreken. En in die zin is, denk ik, ook wat Tessa daarnet zei met de Surinaamse leenwoorden die dan plots opduiken overal, denk ik dat muziek die bij jongeren komt en die de hip-hop of andere soorten muziek, daar merk je dat soort mengelingen van taal of verschillende soorten talen die gesproken worden, jongerentaal, straattaal, dat die daarin eigenlijk opgenomen worden en zo eigenlijk verspreid raken en hun weg vinden naar een breder publiek. En dat vind ik mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Hier in Suriname is het zelfs zo, omdat ook docenten het Nederlands niet altijd heel goed machtig zijn, behalve natuurlijk de docenten Nederlands. Mijn kinderen kwamen wel eens thuis met de natuurkundeleraar die zei, de schoolbord of zo. Ga even naar de schoolbord. En mijn dochter is nogal taalgevoelig, dus die wees haar leerkracht daar steeds op. En toen zei de leerkracht, ja, maar we zijn met een taalles bezig, we zijn met natuurkunde bezig. Zo is dat al toch behoorlijk gangbaar. En de tolerantie is in Suriname vrij groot op dat gebied. Ik vind het ook prachtig wanneer nieuwe stromingen in een taal ontstaan. Ik vind dat ontzettend interessant en ook een verrijking natuurlijk van onze taal. Als je kijkt naar hoe het Nederlands 50 jaar geleden was en hoeveel natuurlijk Engelse leenwoorden erin terecht zijn gekomen. Maar ook hele nieuwe begrippen. Laten we het begrip als woke bijvoorbeeld, heel toepasselijk hier. Dat is natuurlijk een ontzettende groei van taal, maar ook van individualiteit. Want het zijn natuurlijk allemaal individuen die bijdragen aan de taal.
En de Europese samenleving met name wordt steeds individueler. Dus iedereen wil zich ook herkennen, terugherkennen in de taal die gebezigd wordt. Ja. Ja, over dat woke. Ik aarzel een beetje om het op te brengen. Met die Engelse termen, daar is nog wel iets aan de hand. Misschien wil ik je daar toch nog wel even iets over vragen. Dus toevallig ben ik net een beetje bezig geweest met de taalsituatie in Zuid-Afrika. En daar staat het Afrikaans eigenlijk sinds de afschaffing van de apartheid heel erg onder druk. Want het wordt nog steeds geassocieerd met de apartheid. Wat in een aantal opzichten vreemd is, want er zijn eigenlijk meer gekleurde sprekers van het Afrikaans dan witte sprekers. Maar hoe dan ook, dat staat dus onder druk als die taal van de apartheid, als de huidige minister van hoger onderwijs noemt het een niet-inheemse taal in Afrika en wil meer aandacht geven aan de wel-inheemse talen. Het gekke bij die discussie, en daarom dacht ik eraan in verband met Suriname en wat je daarnet zei, is dat het Engels kennelijk niet ervaren wordt dan als een niet-inheemse en of een koloniale taal. Terwijl het Engels natuurlijk die hele status net zo goed te danken heeft aan het feit dat dat de Britten ooit een groot koloniaal rijk hebben opgebouwd. Maar het Engels heeft dus woke, of zo Engelse termen gebruiken, je ziet dus deze mensen die zichzelf woke vinden of die door anderen woke worden genoemd, die gebruiken ook relatief veel Engels, ook weer voor een deel met eenzelfde soort argumentatie. Dan zeggen ze, ja, Nederlands is de koloniale taal. Het Engels is dat dus niet. Het is interessant, vind ik, ik weet niet of jullie daar iets over te zeggen hebben, maar ik vind het interessant om daarover na te denken waarom dat zo is. Nou ja, ik vind dat ook een hele interessante constatering. En ik keek toevallig deze week naar een documentaire uit Zuid-Afrika, waarin ik ook heel veel gekleurde mensen Afrikaans hoorde spreken. Dus ik dacht, hoezo? Ik heb ook veel contact met een collega, schrijfster in Zuid-Afrika, die mij in het Afrikaans bericht. Gekleurde vrouw. Dus ja, het Engels heeft blijkbaar een hele aparte status, omdat wij kennelijk als mensheid begrijpen dat we toch één universele taal moeten hebben. Dus we laten het Engels maar buiten schot, want dat wordt te ingewikkeld. Maar je hebt gelijk natuurlijk, Mark. Het is eigenlijk bizar dat het Engels, een onaanraakbare status geniet, kennelijk. Ja. Grappig, ja. Er zijn inmiddels wat dingen op de chat, Engelse term, binnengekomen. In de eerste plaats Miet Ooms, die heeft nog een aanvulling over die test, die VRT-test. Zij zegt, sinds 6-7 jaar bestaat de test niet meer op die manier. Er is nog wel een test, maar de belangrijkste vragen daar zijn nu, is de persoon stem helder en aangenaam om naar te luisteren? En de correcte uitspraak speelt nog wel mee, maar niet in de eerste plaats, want dat wordt nadien nog getraind. Dat betekent dus, het speelt niet een rol aan de voordeur, maar het wordt wel degelijk nog steeds belangrijk gevonden. Je moet er dus nog steeds wel aan werken. Lisa B. vraagt of we nog wat meer kunnen doorgaan over de rol van standaardisering en het decoloniseren van de taal. Zij zegt, het lijkt dat meer varianten horen zal helpen bij inclusie, maar standaardisering speelt ook een rol in het vrijwaren van het Nederlands globaal en in eenheidssamenleving verzorgen. Dus hoe kunnen we argumenteren tegen de druk van het Nederlands te willen beschermen, als we ook willen niet standaardtaal aanmoedigen om inclusie te versterken? Ik denk dat ze zegt, het is aan de ene kant misschien heel goed om te zeggen, we maken de standaard minder strak en dat is heel goed voor de inclusie. Verzwak je tegelijkertijd daarmee het Nederlands niet, omdat het dan juist eigenlijk lastiger te leren wordt voor buitenstaanders, omdat je dan met zoveel verschillende variëteiten rekening moet houden? Ja. Ja, ik vind het een zinnige opmerking. Ik denk inderdaad dat je wel uit moet gaan van een standaard. En dat je kunt afspreken dat de spreektaal daarvan mag afwijken. Maar ik vind het wel belangrijk, dat zien we ook in Suriname, het is al voor leerlingen ongelooflijk moeilijk om dat Nederlands onder de knie te krijgen. Laat staan dat je inderdaad ook nog moet denken van,
Ik mag bijna alles, dus ik mag nu ofwel de kastje zeggen, ofwel het kastje zeggen. Dat wordt inderdaad ingewikkeld. Ik denk dat die standaard er wel degelijk moet zijn. Maar dat je in spreektaal de tolerantie vooral moet opleggen. En ook moet proberen verder te kijken dan alleen wat je hoort natuurlijk. Dat taal niet de enige uiting is van identiteit. Maar dat daarachter een volledig andere persoon zit. Hè? Iemand uit Syrië die taal, die het Nederlands bijna nog niet kent, maar in Syrië een medisch specialist was. Die komt nu natuurlijk compleet anders over, doordat hij de taal niet goed verstaat en machtig is. Dus ik zou een voorstander zijn voor de geschreven taal, hè, daar de standaard te behouden, maar in de omgangsvormen meer ruimte ook te laten. Ja, dat is natuurlijk nu ook weer een complexer geworden vraagstuk met de chats en de WhatsApps en de messengers en zo die er steeds meer komen. Omdat je merkt dat ook de geschreven taal nu dat er daar verschillende registers in bestaan. En ik denk opnieuw dat daar misschien ik sluit me wel aan bij wat Tessa zegt, denk ik. Ik geloof ook wel in ergens een soort van standaardisering of toch een soort van descriptieve vastlegging van, kijk, dit is de taal zoals ze in standaardvorm nu bestaat of gangbaar is. Maar ik weet niet of we dan dat onderscheid tussen gesproken en geschreven kunnen doen zelfs, omdat je inderdaad in chats ga je helemaal anders schrijven of in e-mails naar vrienden of naar familie ga je helemaal anders schrijven natuurlijk dan in officiële communicatie. En daar zit dan ook weer een onderscheid in. Maar ik denk dat het belangrijk is om inderdaad bewust sprekers en gebruikers bewust te maken van die verschillende registers en dat ze zich dat ze beseffen dat ze in sommige contexten een bepaald register wel kunnen gebruiken en in andere contexten beter een ander register. Dankjewel. Dit was... Tessa, je hebt hier het laatste woord. Mensen die een dialect spreken, die zijn dat natuurlijk al gewend. Die zijn gewend om zich te richten naar dat standaard Nederlands. Hè. Dat zal in België niet anders zijn, natuurlijk verschillende dialecten. Dus wat dat betreft is daar niets nieuws aan. Alleen zou het mooi zijn als we ook ons meer kunnen richten naar die anders sprekenden. En daarmee open voor staan. Goed, dank jullie wel voor dit warme bad van tolerantie, onderling begrip, vriendelijkheid, beschaafdheid enzovoort. Ik denk, we moeten niet vergeten, we hebben dat ook wel even aangeraakt, dat we een dergelijk gesprek eigenlijk alleen maar kunnen voeren, omdat er ook mensen zijn die op de barricade gaan en op de barricade zijn geweest de afgelopen jaren en hard hebben geroepen om dingen erdoor te drukken die wij nu als volkomen vanzelfsprekend beschouwen. Ook die strijd zal moeten worden doorgevoerd, maar ik geloof ook dat het waar is dat uiteindelijk gesprek misschien wel de enige oplossing is en de enige manier waarop we er komen. Ik vond het heel prettig om daarom met jullie in gesprek te zijn. Morgen mag ik nog een gesprek hebben. Dat gaat dan over de status van regionale talen. Dus de talen die niet het Nederlands zijn, maar die wel in Nederland en misschien ook in Vlaanderen al lang worden gesproken. Ik spreek daar morgen over met Veronique de Tier en met Nanna Hilton. Ook daar verheug ik me heel erg op. Tot morgen.